Goedemiddag, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza, opgenomen op 27 juli. Het is weer zeer heet in Nederland. De temperatuur is in het zuiden van het land op veel plaatsen opgelopen tot boven de 35 graden. Lokaal wordt al 36 of 37 graden gemeld. En daar komt nog wel een graadje bij. Maar morgen dan wordt die hitte verdreven. Dit is de weerkaart van vandaag. Dan zien we dat die temperaturen heel hoog oplopen boven Nederland. Maar we zien ook vanuit het westen een storing dichterbij komen. En die passeert morgen. En dat zijn regen- en onweersbuien die gaan passeren. En dat betekent dat het morgen een heel ander weerbeeld gaat opleveren. Het is bewolkt en er vallen dus een aantal stevige buien. In de middag gaat het wel opklaren. En de weerkaart is dan inmiddels ook al aangekomen op maandag. En dan zien we ook dat er lokaal een enkele bui kan gaan vallen. Nou, vanmiddag is het natuurlijk zeer warm met temperaturen ruim boven de 35 graden op de meeste plaatsen. En dat betekent ook dat het vanavond nog zeer warm is boven de 30 graden. En als de zon ondergaat, dan is het ergens tussen de 25 en 30 graden. Dan is er vanavond ook een prachtige maansverduistering te zien. Als het eenmaal donker wordt, is dat al goed waarneembaar als u naar de zuidwestelijke hemel kijkt. Goed, vanavond dus die hoge temperaturen en dat geldt ook voor vannacht. De minimumtemperaturen liggen ruim boven de 20 graden. Een echte tropennacht dus. In de loop van de nacht neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe en kan er ook een enkele onweersbui al vallen in Zeeland. Dat kan overigens misschien vanavond ook al gaan gebeuren, dat er in het zuiden van het land een enkele bui valt. Ja, en morgen dan passeert die storing met wolkenvelden en buien. Voor de buien uit kan het in het uiterste oosten nog wel zo'n 28 tot 30 graden worden. Maar als die buien er eenmaal overheen schuiven, dan gaat de temperatuur dalen en in de middag is het dan zo tussen de 20 en de 25 graden. Met name de buien die in de oostelijke helft van het land vallen, die kunnen echt pittig zijn met kans ook op hagel en windstoten. De wind die draait achter de buien naar het zuidwesten en wordt matig tot vrij krachtig. Op de Waddeneilanden komt zelfs een krachtige wind te staan. Ideaal moment dus om eventjes alles goed open te zetten en het lekker te laten doorluchten. En dan de dagen erna. Nou, dan wordt het eigenlijk alweer wat beter. Zondag, dat wordt gewoon een prima dag met zonnige perioden. En temperaturen tussen de 27 en 28 graden. Het wordt dus gewoon weer zomers warm. De wind waait uit het zuidwesten en is overwegend matig. En ook maandag en dinsdag zien we dergelijke temperaturen. Maandag, misschien in het oosten, zelfs wel 30 graden. Er kan een enkele bui vallen, maar de droge perioden overheersen. En de droogte die we nu hebben, die zal ook met de neerslag van morgen nog niet gaan verdwijnen. Mijn naam is Raymond Klaassen voor Weerplaza. Ik wens u nog een fijne dag.